Onrust op de Radboud Universiteit rondom Israël. Studenten en personeelsleden eisen vandaag dat de Unie haar banden met het land verbreekt. Een groep studenten en personeelsleden van de Radboud Universiteit in Nijmegen riepen op om vanmiddag een protestactie te houden. De demonstranten hadden een duidelijke mening. Ze vinden dat de Radboud Universiteit hun banden met Israël bekend moeten maken en moeten verbreken. Rond 14:30 verzamelden de demonstranten zich op het Erasmusplein. Om 14:30 verlieten de studenten en personeelsleden hun lessen om te gaan protesteren. Het is onderdeel van de landelijke walk-out-actie. Hier en daar werden wat vlaggen en boodschappen getoond en waren er toespraken van verschillende mensen. Ook werden er tentjes opgezet op een grasveld van de universiteit. Tijdens de demonstratie werd er aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza en voor de demonstraties die vorige week in Amsterdam door de politie werden gestopt. Het protest had daarnaast één duidelijk doel. Ja, wij staan hier vandaag om onze eisen kenbaar te maken aan de universiteit. Onze eisen zijn, zoals je op de achtergrond misschien hoort, het duidelijk maken van banden met Israël. Dus welke academische banden lopen daar, wat houdt dat precies in? En om die banden ook te staken, want Israël die pleegt een enorme genocide in Gaza op dit moment. Er zijn heel veel mensen in de hoek gedrukt, worden gebombardeerd, sterven daar en masse. We willen niet dat onze universiteit daar indirect aan bijdraagt. Want Israëlische universiteiten werken vaak samen met het Israëlisch leger. En daar komen dan allemaal dingen uit voort die dan weer helpen in die bezetting en die onderdrukking. Nou, de banden moeten gebroken worden. Want wat we zien wat Israël doet in Gaza is natuurlijk onacceptabel. En de Radboud Universiteit, wij willen als Radboud studenten niet dat de Radboud Universiteit ook maar iets te maken heeft met de afschuwelijke dingen die er in Gaza gebeuren. En we staan hier vandaag ook deels om een hart onder de riem te steken van de universiteiten die... De studenten die op universiteiten in Amsterdam en Utrecht flink in elkaar zijn gerost. Ook omdat zij alleen hun mening lieten weten. Dus daarom staan wij hier vandaag. De demonstratie werd druk bezocht. De demonstranten zijn dan ook voorzichtig positief over de kans dat er iets mee gedaan wordt. Ik hoop groot, maar ik weet het niet. Ik kan niet in hun hoofd kijken. Maar ik hoop groot. Ik hoop dat dit ze wakker schudt en meer zal opleveren dan een blogpost of twee. Het is natuurlijk iets waar zowel onze overheid als onze universiteiten liever niet vanaf willen zien, hè, die banden. Maar wij blijven druk zetten tot dat lukt. Afgelopen zondag was het weer Moederdag en werden uiteraard alle moeders weer even in het zonnetje gezet. Toch wordt één moeder hierin vaak overgeslagen, terwijl ze misschien wel de belangrijkste moeder is van allemaal. Op deze zonnige moederdag is de Nijmeegse afdeling van Partij voor de Dieren op het Stadseiland te vinden. Nadat ze eerst het eiland een flinke opruimbeurt hebben gegeven, wordt er gezamenlijk gewerkt aan een groot spandoek. Daarmee vraagt de partij aandacht voor de moeder der moeders. Dit doek moet moeder aarde verbeelden. En iedereen heeft een lapje meegenomen, zoals bijvoorbeeld hier dit lapje. Natuur staat daarop. En dat zijn termen die wij associëren met moeder aarde. En we vinden dat belangrijk, dat ieder zijn eigen expressie kan geven, zijn eigen uitdrukking aan wat hij belangrijk vindt aan moeder aarde. En dat pinnen we vast op deze wereldbol. En die gaan we dadelijk waarschijnlijk ophangen aan de brug. Om gewoon toch een soort van statement te maken van er wordt heel vaak een moeder vergeten en dat is moeder aarde. En dat is heel erg jammer. Voor mij is moeder aarde eigenlijk het mooiste wat er is. Voor mij is het natuur, het is biodiversiteit, het is een prachtige, kostbare wereld die heel kwetsbaar is, maar die me heel dierbaar is. En waar ik me ook in de politiek voor inzet. En al deze mensen hebben ook een enorme band met moeder aarde en de levende wezens die daarop leven. Dieren, mensen, mensen zijn natuurlijk ook zoogdieren, planten. Het is allemaal een prachtig systeem. En wij zijn met z'n allen bezig om dat te vernachelen, zoals ze dat dan noemen. En dat is heel erg jammer. Ik denk dat we er goed aan zouden doen om beter voor moeder aarde te zorgen. En dat willen we eigenlijk hier symbolisch benadrukken met dit doek. Het is geen toeval dat zowel deze actie als het opruimen van zwerfvuil op het Stadseiland wordt gedaan. Dat heeft te maken met dat Veurlent echt een natuurgebied voor een groot deel is. Er ligt daar een Natura 2000 gebied, zoals dat heet. Dat gebied dat geniet de hoogste bescherming in Europa. En we vinden dat het college en de raad daar vaak nog wat onvoorzichtig mee omgaan. Het wordt bedreigd door recreatie en evenementen.
En wij willen gewoon dat de natuur en de dieren die daar leven, dat die beter worden beschermd door ons college. En binnenkort zijn er de Europese verkiezingen. En in dat licht is het heel belangrijk om gewoon groen te stemmen en te zorgen dat Europa ook groene plannen blijft houden. Want die koers dreigt een beetje te verdwijnen in Europa. En wij vinden het heel belangrijk dat die koers groen blijft en dat de natuur beschermd blijft. En Europa heeft daartoe de sleutel in handen. Tot slot is het de hoogste tijd om de gezamenlijke boodschap voor iedereen zichtbaar te maken. De Nijmeegse jongeren van de SP hebben zaterdag met een actie op plein 44 aandacht gevraagd voor het conflict in Israël. Horen, zien en zwijgen. United in silence, luidt de boodschap. De partij verwijst met hun actie naar het Eurovisie Songfestival. De tekst United in silence wijst op de apolitieke houding van de EBU. Hypocriet, vinden de actievoerders. Rusland is sinds de invasie in Oekraïne terecht het podium ontnomen. Het is volgens de jongeren onverstaanbaar dat Israël wel een podium krijgt. De sloop van het oude gemeentekantoor in Wijchen lijkt zo zijn impact te hebben op de oude kasteelpoort die tegenover het bouwterrein ligt. Afgelopen week heeft de gemeente schoren geplaatst om de kasteelpoort op zijn plek te houden. De poort staat al scheef, maar is volgens de bericht van de gemeente wel stabiel. De sloop van het oude gemeentekantoor zorgt voor trillingen. De schoren zijn geplaatst om het risico op schade, verzakking of omvallen te voorkomen. Op het moment dat de nieuwbouw op het terrein van het oude gemeentekantoor begint, wordt de kasteelpoort opnieuw gestut of ingepakt. De mannenploeg van NMHC Nijmegen is na het kampioenschap van afgelopen zondag weer terug op het hoogste niveau. Nijmegen won het kampioensduel met 4-1 van Almere. Met nog één competitieduel te gaan is de Nijmeegse club niet meer in te halen door de nummer 2 SCHC uit Bilthoven. Het is een historische promotie. De laatste keer dat de Nijmegenaren in de hoofdklasse speelden was in 1977. NMHC heeft de ambitie om uit te groeien tot dé hockeyclub voor mannen in Oost-Nederland. De promotie naar de sterkste hockeycompetitie ter wereld past daar goed bij. De landbouwsector in Nederland moet op de schop. Het gehele proces van voedselproductie moet gezonder en duurzamer. Dit is het geluid dat klinkt uit de kop van Malden. In het groene gebied tussen Nijmegen en Malden vind je onder meer voedselbossen, zelfoogsttuinen en boomgaarden. Op landgoed Grootstal zijn maar liefst 9 verschillende initiatieven te vinden. Die liggen op een route van 5 kilometer. Dus de hulp van een golfkarretje is mooi meegenomen. Nu gaan we de hoek om. Je houdt je goed vast. Ja hoor. Elke partij laat zien dat landbouw ook anders kan en anders moet. Het gaat erom dat je waarde toevoegt in plaats van uitput. En dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Ik denk dat dat geldt voor onze economie, maar ook de manier van telen, de manier van samenwerken. Dat dat eigenlijk de kern is van regeneratieve gedachtegoed. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren van telen. Hè. Er is agroforestry, er is biologisch, er is van alles. En ik denk dat het uiteindelijk gaat dat we onze systemen van de reguliere landbouw omdenken naar iets wat volhoudbaar is voor de langere termijn, want dat hebben we nodig. Het is dus een plek waar je op zo'n open dag als vandaag veel over nieuwe landbouw kunt leren. Maar zelf blijven ze zich ook verbeteren. Ja, we zijn eigenlijk een soort van broedplaats. Nieuwsgierig naar nieuwe systemen, maar zeker ook, ja, waarom niet ook met drones? Hè? Waarom moeten het allemaal antieke dingen zijn? Nee, dat is natuurlijk ook heel vooruitstrevend. En ik denk dat het modern is dat je als klant beseft dat je de kans hebt om 3 keer per dag te stemmen voor een toekomst. Met je vork. Dus duurzaam eten? Ja, ja, duurzaam eten en snappen wat de inspanning is van de duurzame boer voor het landschap van morgen. En die duurzame boer moet zijn producten natuurlijk ook aan de man brengen. Op landgoed Grootstal kunnen lokale voedselproducenten hun producten kwijt in de nieuwe pantry. Een onbemande streekwinkel waar je elke dag van vroeg tot laat je boodschappen kunt doen door middel van een app. Met die app krijg je ten eerste al thuis inzicht in de producten die in de winkel liggen. Er hangen allemaal camera's in de winkel die op de schappen zijn gericht. Daarmee kun je thuis al zien wat voor heerlijke, gezonde, lekkere producten er liggen. En als je dan bedenkt van, nou ja, ik wil dat of dat vanavond wel gaan eten. Je stapt op je fietsje en je komt hier aan en dan is de deur eigenlijk op slot. En ook weer door middel van de app te gebruiken, kom je binnen
En je scant de producten en vervolgens reken je af via iDeal of met de pinautomaat die binnenhangt. Super simpel dus. En voor dat gemak heeft Lagerwijs zich ook laten inspireren door eigen ervaringen uit het verleden. Nou, oorspronkelijk kom ik uit een klein dorpje en daar zijn in het verleden eigenlijk alle voorzieningen verdwenen. En ik kwam wel eigenlijk bij ons in de regio ontzettend veel lokale, nou ja, fantastisch mooie producten tegen bij boeren op boerenerven. Maar ik kwam er ook achter dat dat vandaag de dag wel een hele omslachtige manier is om boodschappen te doen. De ene is op woensdag open, de andere op zaterdagmorgen. Nou ja, en om zo je boodschappen te doen, dat is gewoon veel werk. Dus ik had het idee dat het makkelijker moest kunnen. En vandaar dat we nu eigenlijk een concept hebben bedacht waar we al die lokale streekproducten bij elkaar kunnen brengen. En toegankelijk maken voor 7 dagen in de week gedurende de hele dag. Yes. En dan sport. NEC heeft zondagmiddag tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen verloren van Feyenoord. De Nijmegenaren verweerden zich sterk, zeker na de rode kaart van aanvoerder Bram Nuiting. Maar het was niet genoeg tegen de nummer 2 van de Eredivisie. Het werd 2-3 in de Goffert. Tjeron Tjeri was een aantal keren dicht bij een doelpunt. Ja, klopt. De 2-2 was mooi, maar ze kwamen een beetje drukken. En uiteindelijk, denk 5 minuten voor tijd, maakte ze die 3-2. Ja, dat is gewoon zuur en heel jammer voor vandaag. Ja, jullie begonnen ook nog wel sterk, een aantal kansen, ook een paar keer van jou. Hè. Dan lukt het net niet, komt het net niet goed uit. Ja, klopt. Ik had een paar goede mogelijkheden. 1 bal die ligt ergens op snelweg achter, dus die raakte ik verkeerd, die stuitte erop. Maar wat ik zeg, was gewoon zonde. Ik bedoel, we hadden goede mogelijkheden en vlak voor rust scoren zei de 1-0, dat is gewoon zuur. Maar dan komen wij goed terug met de 1-1. Ja, dan is het een beetje lastig met die rode kaart en dan werd het een beetje lastig. Je had net je voetbalschoenen gestrikt, je stond net in het veld en dat was hij, je doelpunt. Ja, klopt. Ik denk dat ik bij mijn eerste moment, had ik hem al in liggen en was dat wel een goed gevoel. En jammer genoeg geven we het nog weg, maar we hebben wel echt gestreden tweede helft. En met een man minder kan het natuurlijk gebeuren dat er iemand vrij staat voor de goal. Maar we hebben wel alles gegeven. Nou, play-offs, die heb je in ieder geval al veiliggesteld. Het wordt plek 6 of plek 7. En die moet je gewoon veiligstellen nu in Almere. Absoluut. Volgende week Almere uit. Voor ons is dat heel belangrijk. Wij moeten daar naartoe gaan om de wedstrijd te winnen en de plek 6 veiligstellen. Dat is ons doel van nou. Ja, ik zei wel tegen de trainer, het spel was al wel weer beter dan dat ik tegen Excelsior heb gezien. Op tijd die flow gepakt? Ja, we speelden vandaag beter dan vorige week. En we begonnen ook goed aan de wedstrijd voor mijn gevoel en we hadden een paar mogelijkheden. En deze lijn doortrekken naar zondag. Ja, dan kijken we even naar de berichten op de sociale media. Gemeente Beuningen laat weten op zoek te zijn naar een nieuwe kinderburgemeester. De nieuwe kinderburgemeester moet iemand zijn die komend schooljaar in groep 7 of 8 van de basisschool zit en woonachtig is in Beuningen, Ewijk, Weurt of Winsen. Kinderen die interesse hebben kunnen tot 31 mei een filmpje van zichzelf opsturen. De gemeente Heumen staat op Instagram nog even stil bij de verjaardag van winkelcentrum Malden. Het winkelcentrum bestaat namelijk 50 jaar en daarom werd het winkelend publiek dit weekend getrakteerd op een stuk taart afkomstig van een 50 meter lang gebak. Het eerste stukje was bestemd voor burgemeester Juri Minses die het gebak zelf mocht aansnijden. De afgelopen nachten was het noorderlicht te zien in de regio. Het komt maar weinig voor dat dit zo zuidelijk te zien is. Fotografen deelden dan ook volop de mooiste plaatjes hiervan. Zoals hier ook fotograaf Danielle Langelaar uit Heteren. Zij zag dit prachtige lucht met paarse, groene en oranje kleuren. En in het concertgebouw De Vereniging in Nijmegen zongen 1400 mensen zaterdag gezamenlijk het nummer Europa Pa. Om de gedisqualificeerde Songfestivalkandidaat Joost Klein een hart onder de riem te steken. Het initiatief kwam van comediant Arjen Lubach, die daar een optreden verzorgde. Hij zette het publiek aan om tot het zingen van het nummer en stuurde vervolgens de video hiervan naar Klein. Ja, eindelijk valt er weer iets te vertellen over het weer, maar helaas is dit wel slecht nieuws. Na een prachtig hemelvaartsweekend zal het weer nu langzamerhand gaan omslaan. Dat merken we momenteel al, gezien de enkele pittige buien die overtrekken. Daarmee is de warmte nog niet weg, want morgen loopt het kwik alweer snel op en dan wordt het alsnog zo'n 27 graden. Aan het eind van de middag en in de avond krijgen we wel weer wat
pittige buien in de regio. Na die buien zal het vervolgens wel wat afkoelen. De woensdag verloopt wisselvalliger met misschien nog wel wat zon, maar ook veel bewolking en uiteindelijk ook weer een regengebied waar wisselende hoeveelheden uit kunnen vallen. Het flik komt uit tussen de 18 en 23 graden, afhankelijk van de regenval. Donderdag wordt de natste dag met veel buien en daarna blijft het wisselvallig voorjaarsweer. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 13 mei. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl of op de RN7 app. En daar lees je nu onder meer dat de gemeente West-Maas en Waal verwacht dat het aantal ouderen met dementie in de komende jaren met meer dan 100% zal toenemen. Morgen zijn we weer bij je terug. Ik zeg graag tot dan.